En hopelijk kunnen we samen met het team, met de supporters, een mooi resultaat halen en de punten gaan pakken. Trainer, laten we even kort terugkijken naar de wedstrijd tegen Sparta. Een wedstrijd waar je vroeg op voorsprong komt, maar ook snel weer de gelijkmaker tegen krijgt. Hoe kijk je persoonlijk terug op die pot? Ga ik wel een beetje met gemengde gevoelens, omdat ik de start heel goed voel. De eerste paar minuten komen een voorsprong, waar ik agressief. En of dat door de snelle gelijkmaker kwam, dat weet ik niet. Maar daarna zakten we eigenlijk toch best wel wat terug in niveau. Ook in scherpte en agressiviteit. Ja, voor mij was het sleutelmoment was eigenlijk de goal die we net voor rust tegenkrijgen. Ik denk dat de wedstrijd tot dan best wel een evenwicht was. Stond 1-1. Ze hadden niet zoveel kansen. Wij creëren ook niet heel veel. We staan eigenlijk net even iets te open wat we hadden afgesproken om kort bij elkaar te blijven. Of ze heel agressief hoog aan te pakken. Ja, vanuit dat moment scoorden ze de 2-1. Toen werd het een lastige wedstrijd voor ons. Het ligt vaak wat dichter bij elkaar dan het uiteindelijk lijkt met de 3-1. Het had natuurlijk ook invloed met de rode kaart. We hebben nog geprobeerd wilden we eigenlijk de laatste 20 minuten heel offensief gaan spelen. Maar ja, dat viel in het water doordat we op Timo kwamen te staan. Ik denk en ik vind, en dat heb ik de spelers ook verteld. Kijk, wij moeten soms wat extra's compenseren. En dat zullen we doen met, het klinkt weer clichématig, met een stukje passie, strijd. Bewustwording wat er nodig is voor ons om resultaten te halen. Soms is de tegenstander kan best wel eens wat meer kwaliteit hebben, maar dan moeten wij dat compenseren. Op het moment dat wij dat doen met de hele ploeg. Ja, dan kunnen we heel veel ploegen het heel moeilijk maken en kunnen we ook resultaten tegen boeken. Maar als dat net even iets minder is bij ons, dan hebben we het heel lastig. Ja, PSV, heb jij lang gespeeld, aanvoerder geweest. Hoe is het voor jou om bijvoorbeeld weer tegen hun te spelen? Ja, klopt. Natuurlijk leuk. Ik ken alle jongens goed. Ik ken de club goed. Het is natuurlijk pas anderhalve maand geleden dat ik ben weggegaan bij PSV. Maar ik heb het hier ook goed naar mijn zin, maar het is leuk om ze dan weer tegen te komen. Heb je ook contact gehad met oud-ploeggenoten? Want je hebt bijvoorbeeld afgelopen week ook je afscheid daar gehad. Ja, klopt. Nee, natuurlijk. Iedereen heeft gesproken in de kleedkamer. De staf ook. Met een aantal jongens heb ik nog wel intensieve contact. Dus na aanloop van deze wedstrijd heb ik al wel een paar gesproken. Ja, ik denk als we tegen PSV gaan spelen, dan moet er iets extra's bij je boven komen. Ik heb ze ook voorgehouden, vergelijk het met de wedstrijd tegen Utrecht. Als je daar met Timo komt te staan, dan ontstaat er iets in je ploeg. Omdat je beseft, hé, we hebben een mannetje minder. Iedereen moet nu twee stappen extra zetten. Ja, dat gevoel, dat hebben wij elke wedstrijd nodig. En niet alleen tegen PSV, elke wedstrijd. En als er één of twee spelers zijn die dat iets minder op kunnen brengen of niet doen, dan heeft dat hele grote invloed op ons team presteren. En kijk, wij zullen de prestaties die we halen met het team, als ploeg moeten halen. We hebben allemaal talentvolle jongens en wel jongens met kwaliteiten, maar we kunnen niet leunen op één of twee spelers die elke wedstrijd verschil maken. Wij moeten het als team doen. En daarom is het zo belangrijk dat daarin iedereen het maximale geeft. Ook beseffen dat er nog maar 9 wedstrijden te spelen zijn. Dus dat zal ik zondag willen zien. Ja, je zegt net zelf, je kent ze ook goed. Wat is PSV bijvoorbeeld voor een team? Ja, ik denk dat ze heel veel dat ze individuele kwaliteit hebben. Maar dat ze dit jaar ook wel wat wisselingen hebben qua resultaat. Ze hebben natuurlijk een paar wedstrijden verloren van de onderste regionen. Maar bijvoorbeeld in de topduels wel goed gedaan. Ja, uiteindelijk is het gewoon een goede ploeg. Staan niet voor niets bijna bovenaan. En ze doen nog steeds mee voor het kampioenschap. Dus het wordt sowieso een pittige wedstrijd. Ik vind wel dat zij in een betere fase zitten dan toen. Want ik vond in die wedstrijd het verschil ook vrij klein. Daar hadden we best aanspraak mogen maken op meer dan een 1-0 verlies. Ze draaien nu wel wat beter. Ze bieden in ieder geval goede resultaten.
Maar het is, het is een ploeg eigenlijk die, hoe beschrijf ik dat? Je hebt soms het gevoel dat je lekker aan het meevoetballen bent met PSV. En dan in één keer knip je twee keer nog, dan sta je met 1-0 achter. En dat hebben ze al een aantal wedstrijden nu laten zien. Dat heel veel tegenstanders kunnen voetballend gezien, dat gevoel heb je dat je mee kan. En in één keer kunnen ze toeslaan. En dat wordt voor ons een belangrijk onderdeel. Om die concentratie en die focus vast te houden. Want je krijgt ook ruimte om tegen ze te spelen, dat zeker. Maar ze kunnen ook dodelijk zijn op de bepalende momenten. En daarin hebben zij echt wel de ervaring om de juiste mensen toe te slaan. En natuurlijk kwalitatief, individueel, allemaal topspelers, allemaal internationals. En als ploeg spelen ze vanuit een beetje een zone organisatie. Iedereen heel erg verantwoordelijk is voor zijn eigen zone. En dat doen ze heel goed. Je ziet stabiliteit daar nu. Ja, wij moeten heel scherp zijn. Wij hebben natuurlijk ook wel wat wapens in huis waar we daar wat uit kunnen halen. Dus daar gaan we ons op richten. En ook dat daarna het blok internationale wedstrijden komt. Wat ik eigenlijk zie als zo'n mini-break. En als je dan weer bij elkaar komt en iedereen komt weer terug van hun verplichtingen, dan ga je zeg maar de laatste 8 wedstrijden in. Maar ik wil wel, en dat vind ik wel belangrijk, dat we met een zo goed mogelijk gevoel nu deze wedstrijd gaan afsluiten en dit blok. Het is een moeilijk blok geweest waar we wisselende wedstrijden hebben gespeeld. Soms heel goed, maar niet de resultaten hebben kunnen halen. Dus ja, je moet wel even de noodzaak voelen dat zondag moeten we er absoluut staan. En kijk, ik heb ook geen twijfel aan onze fans die staan elke wedstrijd uit of thuis gewoon 90 minuten lang achter de ploeg. Dus daar, die garantie hebben ze al, die zullen erachter staan, die moedigen ons aan om net dat steuntje in de rug te zijn dat we misschien nodig hebben. Ja, dan is het belangrijk dat wij van onze kant in ieder geval laten zien dat wij meer dan 100% ervoor gaan. En oké, dan weet je aan het eind van de wedstrijd tegen de topploeg als PSV, dan kunnen we na 90 minuten zien waar we staan. Maar het mag niet aan zaken liggen dat we achteraf denken, hadden we wel maar een beetje meer dit of hadden we dat. Dus dat moet je wel vooraf beseffen. Hoe belangrijk zal de steun van de fans komende zondag zijn? Ja, heel belangrijk. Altijd belangrijk. Ik denk ook bij Sparta waren ze goed aanwezig. Vol uitvak. Uiteindelijk wouden ze natuurlijk ook wat teruggeven. Dat is helaas niet gelukt. Maar nu de thuiswedstrijd hebben ze net zo hard nodig. En hopelijk kunnen we samen met het team, met de supporters, een mooi resultaat halen en de punt gaan pakken. Ja, Isimat traint gewoon mee. Dus die lijkt wel inzetbaar te zijn dat hij het gaat halen. We hebben geen blessures verder. Alleen één schorsing. Ja.